Deze week stellen wij Weingut Pfiermann voor in onze wijnbar. Weingut Pfiermann is in de Pfalz gelegen, dus in het zuiden van Duitsland. Het verlengde van de Vogezen. Langs de Rijn heb je daar een mooie flank die zich naar het westen uitstrekt. En in de Vallei een wijnregio waar ze prachtige wijnen maken. Weingut Pfiermann werkt echt met terroirwijnen. Het terroir weerspiegelt zich mooi in de wijnen. Je hebt veel kalk en mergel. Dus fruitigheid, maar strak, fris en heel mooi expressief in de neus. Een rosé gemaakt van Merlot en Cabernet Sauvignon. Zoals ik zei, heel lekker. Een lichte prikkel op de tong, daar nog eens extra bij dat fruit en die fraîcheur. Niet per se een wijn om als aperitief te drinken, maar daar kan u mooie frisse gerechten bij eten. Ik denk aan carpaccio, slaatjes, gegrilde gambas. En dan een rode wijn die je ook een beetje koeler kan drinken, Spätburgunder of Pinot Noir. Puur op fruit gevinifieerd, heel fris, aangenaam. Kan u gerust serveren op 12, 13 graden en dan is dat een perfecte dorstlesser in de zomer. Kom vooral langs deze wijnen en nog andere wijnen. Kan u proeven bij ons in de wijnbar. Gezondheid.